Hoi, Robin hier en welkom bij de derde aflevering van Robins Talk. De aflevering waar Sander het spel moest verlaten omdat hij alles op één persoon had gezet. Ik zat mij tijdens de aflevering nog te bedenken of hij niet uh, eventueel de mol zou kunnen zijn omdat hij niet heel veel in beeld is gebracht. En het werd wel bevestigd dat dat dus ook daadwerkelijk niet het geval was. Deze keer is ook voor de eerste keer weer drie opdrachten tijdens het spel. En het was interessant om dit weer te zien, maar ik vond wel dat deze aflevering. Uh, vrij weinig gemold kan worden, of ik heb echt iets gigantisch over het hoofd gezien. In ieder geval, voordat we dat gaan bespreken, gaan we eerst door naar de community. Zoals in de vorige aflevering, heb ik in de beschrijving een straw poll achtergelaten. En dat was nu ook weer het geval. En daar is deze keer 15 keer op gestemd. In ieder geval dank daarvoor. Daarvan zijn zowel Taniel als Nabil met 70% het meeste verdacht... En daarna Ranomi met 20%. Met iets meer als 13% is Anke verdacht. En als laatste natuurlijk Anieke Sander. Zij worden het minste verdacht. Ook deze keer staat er een link in de beschrijving. Waar jullie je stem kunnen uitbrengen. Wie jullie verdenken wie de mol is na aflevering 3. En dan waren er ook nog een aantal reacties onder de video. En een daarvan was van TVE. Daar wordt aangegeven dat 12 ook kan slaan op de 12e letter van het alfabet, wat L is. En dat kan verwijzen naar Elle. En, en Anke is daarbij de hoofdredacteur van dat blad. Emilie verdenkt Ranomi en Anke. En ze heeft ook daar een goed punt. Want het getal 12 zou ook dus 1 en 2 kunnen zijn. Wat dus zou verwijzen naar Aniek Boer. Ik vind hem heel goed gevonden. Dan hebben we Anne. En zoals ik al zei, en Anne en nog vele anderen met mij, vond ze zo een schot voor de boeg. En. Ja, ik ben het daar nog steeds mee eens, maar het zou wel een stunt zijn als uh, Soy ook daadwerkelijk wel de mol zou zijn. Maar ja, we gaan ervan uit dat hij het niet is. En dan uh, het bericht van Mar. Daar werd gerefereerd naar een andere YouTuber waar ik heel even naar moest kijken wat ermee wordt bedoeld, of met wat er in de reactie stond. Daar bleek dat in aflevering 2, opdracht 2, de shots voor de opdracht begon, een rood hoedje te zien was op een van de paspoppen. En tijdens de opdracht was natuurlijk de kroon van de Paspop weg. Uh, deze had waarschijnlijk Ranomi weggehaald. Ja, nu is het natuurlijk wel logisch dat het kroontje wordt weggehaald uh, tijdens de opdracht omdat je iets nodig hebt. Maar het kroontje zou dus ook kunnen refereren naar Soy Kroon. Want het is zijn achternaam, dus zou hij misschien de mol kunnen zijn. Ik vind het in ieder geval heel goed gevonden. En verder ben ik het met de redenering van Mar ook eens. Als je het wilt nalezen, wil ga dan naar de vorige video die ik heb gemaakt. En anders zet dan deze video heel even op pauze, zodat je links van mij even kan lezen. En mocht jullie nog andere hints of theorieën hebben gezien die ik heb gemist, laat het dan vooral weten in de reacties, zodat ik deze mee kan nemen in de volgende video. En dan is het nu tijd om aflevering 3 te bespreken. De titel van de aflevering was Spelbreken. En hierbij moet je denken aan iemand die zachtgrijnig is, dwarslicht of iemand die een plan verstoort. Zoals we allemaal weten is dat zeker wel gebeurd, want er is in deze aflevering heel veel geld in de pot bijgekomen. Dan uh, beginnen we met eh uh, Zij ligt in de derde opdracht nogal dwars door een hoop tijd te verspillen omdat ze de sleutel niet kunnen vinden. Een spelbreker natuurlijk. Bam 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 bam, 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 bam daar. Waar zie je sleutel? Ja, nee, nee. En dit is het grote Ja, daar ik zie hem zitten. Nee, 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 sorry. Want ze kunnen niet door. In hetzelfde moment hebben we ook Ranomi die natuurlijk niet blij is met de acties van Aniek. ik denk dat ik vijf minuten lang heb lopen hameren op al die ijsblokjes, omdat Aniek precies zag waar het sleuteltje zat. En dus zag grijnig is, omdat Aniek eigenlijk een potje vermaakt. Dus in dit geval zijn er dan twee spelbrekers. En dan hebben we natuurlijk Daniel, Jure en Soy, die spelbrekers zijn, omdat ze een plan verstoren. Ze verstoren uiteraard niet het plan van de mol, maar wel van de kandidaten, namelijk om zoveel mogelijk geld in te zetten. In De pot binnen te halen, 2000 euro voor de groep of drie jokers. Drie jokers, in ieder geval, tot zover de titel van de aflevering. Dan gaan we door naar opdracht 1. En opdracht 1 is ook wel genaamd omleiding, de opdracht waar ze voor de eerste keer in het spel het volledige geld. Van de opdracht binnen hebben kunnen halen. Dit was dus voor de mol een lastige opdracht om te kunnen mollen. En daardoor is er dus 2500 euro in de pot bijgekomen. Hier werd ook wel weer bevestigd dat Zoy niet de mol zou kunnen zijn, omdat hij constant bij alle tafeltjes iedereen tegenhield tot de juiste mensen er waren. Hey. Anniek gaat heel raar met haar hand zo'n beetje boven die knop hangen. Dat ik denk: Anik Aniek, Anec. Stop hier even mee, je gaat toch niet met je hand de hele tijd hierboven hangen? Wacht, er, wacht, er, wacht, er, wacht, er, wacht, er, wacht, niet drukken. Hierdoor werd Annick in mijn opzicht wel een klein beetje meer verdacht. Omdat ze constant haar hand boven de knop wilde houden. En het leek er een beetje op alsof ze daarmee een molactie wilde uitvoeren. En ook hier worden Anke en Daniel wel wat minder verdacht. Omdat ze beide zeiden dat ze dus zeven tafels hadden gehad. Het aantal wat ze nodig hadden om de opdracht te kunnen voltooien. Jullie Onderkeer waren er vier. Ik ja, raad, ik nummer heb nummer 5. drie keer gedrukt. Zes, Onderkeer zeven. Ik heb zeker gedrukt. En iets later, in eigenlijk hetzelfde fragment, doet Nabil ook al iets heel verdachts. Hij wil heel graag nog een keer even ergens langs, omdat hij denkt dat ze nog eens zijn vergeten. Maar ineens, een paar seconden later, komt hij er toch maar op terug en laat hij voor wat het is. We gaan gewoon zoeken. Is zo, zoeken. Kom, let's go. zoeken we naar. Als we nou nog een keer, nou nog keer op de tafel drukken, dan, dan is het geld denk ik weg. Ja. Ja, okay. dat is wel zo. Ja, gaan we nu gelijk. Gaan we niet doen. Nou wil ik niet uh, heel veel zeggen. Maar dit is voor mij in ieder geval wel een flinke alarmbel richting Nabio Als mol zijnde. In ieder geval, dat was uh, opdracht 1. En dan gaan we door naar opdracht 2. Opdracht 2 ook wel per definitie genoemd. Het uh, was zeker wel even uh, een leuke opdracht uh, waar ons uh, Afrikaans even goed werd getest. Nou, ik kan je garanderen, mijn Afrikaans was nou niet echt op naar huis te schrijven. Van de 2000 euro hebben ze 7500 euro in de pot bijgebracht. En ik vind dat eigenlijk best nog wel een flink bedrag en ook hier is het natuurlijk vrij moeilijk om te mollen zeker omdat je allemaal en heel dicht bij elkaar zit en omdat je in duo zit dus daarmee kan je jezelf heel veel verraden maar goed een van de meest opvallende dingen bij deze opdracht was natuurlijk de anagram die Jurre en Aniek hadden dat was namelijk model ja en dat is de anagram van de mol dus wat is de correcte definitie van glans, gans? En uh, verder was het uh, ook wel opvallend dat Jurre en Aniek en Anke en Nabil heel veel blokjes hadden. En je zou dan zeggen dat de mol dan juist daar zou zitten. Omdat je tijd hebt gehad om de opdracht voor te bereiden met woorden die juist heel goed zouden kunnen werken. Of zal de mol juist aan de andere kant zitten en juist bewust de foute antwoorden kiezen. En af en toe eentje een keer goed in te vullen. Als ik de keuze zou maken, dan zou ik bij de tweede groep willen horen. Omdat in de eerste groep. Als je de meeste blokjes hebt, ja, dan. Heb je jezelf eigenlijk best wel in de schijnwerpers. En als mol zijnde wil je dat eigenlijk niet hebben. Ja, wat mij. Het andere punt ook is. Ik speel dit spelletje ook nog wel eens met mijn vrienden. Gewoon op mijn vriendenavond. En na verloop van tijd, eigenlijk na een aantal vragen. Weet je, of na een aantal woorden, weet je al wie welke dingen verzint. Dus. Ja, het is uh, bij de, voor de mol in ieder geval grote voorzichtigheid geboden. En dan uh, gaan we door naar opdracht 3, de laatste opdracht. En deze is ook wel het schip ingaan genoemd. Dat was uh, zeker uh, wel een interessante opdracht waar ze ook weer het volledige bedrag binnen konden halen. Maar uiteindelijk werden we dus weggelopen met drie jokers. En de meeste punten had ik al aangehaald in de titel van de aflevering. Maar toch waren er nog wat andere kleine puntjes. Zoals. Uh, Iedereen inmiddels wel een beetje vermoed, denk ik in ieder geval is mijn mol voor nu nog Daniel en bij deze opdracht kon hij ook gewoon zijn best gewoon doen wat hij ook deed met het vinden van het kistje van Sander en Nabiel. Hey, dat is is van ons jongen. Wacht even ik ga. Gaan. Heb je hem? Hey, is die van ons? Kom maar, nee, kom maar. Nee, Nabiel, kom maar. Ja? Waar heb je hem gevonden? Hierzo. Nu moet ik er wel bij zeggen dat het verdacht is wat Nabiel deed want hij liep er voorbij. Kistje, kistje, kistje. Niet gezien. Kistje. Uh, ja, dit is wel het stuur. Ja, dit is het stuur. stuur. We, zitten goed. Het zijn? we zitten goed. Kijk eens, eens daarachter. Goed achter de plekjes kijken, ja. Maar daar valt ook wel weer wat voor te zeggen. Namelijk dat het kistje best wel goed in de omgeving opging. Waardoor het leek alsof het erbij hoorde. En ook hebben we Daniel die met de E van Jurre vandoor ging. Hij draaide het zo dat het leek alsof... Daniel met het codewoord schip was gekomen. Breuk, schip. Oh. Dus dat zou een schip breuk kunnen. Een schip, 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 schip breuk. Een schip Stoomschip. Nee, schip, schip uh, uh, breuk. En natuurlijk, het uh, laatste puntje van deze opdracht was natuurlijk uh, of ze de keuze hadden voor de geld of de jokers. Nou ja, zoals ik al het begin al zei, ze zijn voor de jokers gegaan en daarmee de spelbrekers. Ja, als mol zijn de. Weet je eigenlijk wel dat de kandidaten voor de jokers uh, zullen gaan? Zeker omdat ze zo lang mogelijk in het spel willen blijven en natuurlijk de mol willen ontmaskeren. En voordat we doorgaan naar de test en executie van deze aflevering, wil ik toch nog heel even het uh, badeendje aanhalen. In deze aflevering was het uh, badeendje niet fysiek te zien, maar werd er in de tweede opdracht door Anomi een Pekingeend genoemd. En in Peking Dreef, want het was in 2013, een bad eend gemaakt door Florentijn Hofman en hij was ook een van de spelers van Wie is de Mol. En na wat zoeken kon ik niet direct een relatie vinden tussen dat bad eendje en Ranomi, omdat Ranomi in 2012 dus Olympisch kampioen is geworden en de Olympische winterspelen waren in 2012. Nou ja, het lijkt mij dat je in de winter niet kan zwemmen. En het badentje, zoals ik net zei, was in 2013. Dus ik kon geen relatie vinden. Misschien dat jullie dat wel kunnen doen. En nou ja, laat het vooral weten in de reacties. Ja, en als jullie nog geen theorieën hebben die ik heb gemist, zoals ik ook al eerder zei, laat het weten in de reacties. En dan neem ik ze mee in de volgende video. En dan gaan we door naar de test, en executie en afsluiting van deze aflevering. Ja, de aflevering waar Sander het spel moest verlaten. En ik moet zeggen dat ik hem de gedurende de afleveringen niet heel veel heb gezien. En daardoor stond hij ook niet op, direct op de lijst van verdachten. Had wel gekund, maar ja, dan hadden we waarschijnlijk wel wat meer van hem gezien. Anyways, voor deze keer was er voor mij in ieder geval niet heel veel interessants tijdens de test en executie van deze aflevering. Dus gaan we door naar mijn verdenkingen. En ook daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Dit is niet veranderd ten opzichte van de laatste keer. Dus voor nu staan dan ook Nabil, Ranomi en Daniel nog steeds in mijn verdachte lijstje. Ja, laat me weten in de reactie wie jullie verdacht vinden. En natuurlijk hebben we ook de link in de beschrijving naar de straw poll. Dus vul het in, laat het weten en dan neem ik het mee voor de volgende aflevering. En dat is ook gelijk waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. En als je het hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu uh, later.